Seal is 9 jaar en is gek op wielrennen. Hij doet het zelf ook heel erg veel. En zijn moeder is ongeneeslijk ziek. En daarom wil hij voor haar de Alpe d'Huez rijden. En hij heeft dan ook als wens om advies te krijgen van een wielertopper. En dat is vandaag Leontien Zeilaert van Morsel. Seal, jij bent wielrenner, hè? Ja. En jij wil de Alpe d'Huez gaan fietsen. Waarom wil je dat gaan doen? Ja, voor mama. Want? Omdat ze kanker heeft. Hey, wat vind je het ergste van het dat je moeder ziek is? Dat ze niet meer beter kan worden. Nee. Nee. Ja, dat is natuurlijk echt vreselijk om te horen, lijkt me. Ja. Denk je er vaak over na? Ja, meestal wel. Ja. Welke momenten? Ja, meestal als ik ben gevallen of zo. Ja. Dan word je extra verdrietig, zeg maar. Ja. En als je op de fiets zit? Nee, dan bijna niet. Maar jij krijgt zometeen een fietsles van niemand minder dan Leontien Zeilaert van Morsel. Oh, dat is leuk. Ja, dat is tof, toch? Ja. Ja. Zodat jij een beetje fatsoenlijk die Alpe d'Huez op kan. Ja. Dit is Leontien. Zij heeft echt alles gewonnen wat je op een fiets kan winnen. Echt alles. En zij gaat jou leren klimmen. Ja. Heb je zin in? Ja. Niet zenuwachtig? Ja, een beetje. Oh, wel een beetje. Nou, dat gaat helemaal goed komen, hoor. Ja. Succes, hè? Ja, dank je. Ik denk dat ik meer nerveus moet zijn, hè? Ja. Dan jij. Je hebt er zin in. Wel je krachten goed verdelen, hè? Want het is nog heel ver. Super. Blijf maar draaien. Ik ga het gewoon 2 volwassen mannen dragen. Zie jij dat? Dat is wel echt heel krachtig. Zo, nog een versnelling. Knap hoor, echt heel knap hoor, grote klasse, wat een kanjer. Nou, het eerste talent voor Team Orange hebben we gevonden. High five, klasbak. Hij ging echt hard, hè? Ja. Vindt het klimmen, dat ligt je wel. Ja. En dit is een klein stukje, die Alpe d'Huez, die is natuurlijk nog veel hoger. Kan je dat voorstellen dat je die opkomt? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat gaat hem wel lukken, denk je toch? Ik weet zeker dat hem dat gaat lukken. Zal ik meegaan om je te coachen? Zal ik je gaan coachen? Oké. Dan gaan wij dat redden samen hoor, vriend, dat weet ik zeker. Dit reed hij zo makkelijk op. Onwijs veel succes met Alpe d'Huez. Ja, veel sterkte, hè? Ja. Zet hem op.